De digitale meter, komt die er nu of wordt de invoering ervan nog maar eens uitgesteld? Het gaat om de vervanger van de klassieke elektriciteits- en gasmeter. Bedoeling is die vanaf 1 januari volgend jaar in te voeren, maar er moeten eerst nog enkele knopen ontward worden. Afgelopen week nog was er een hoorzitting daarover in het Vlaams parlement in de commissie die zich buigt over energie. Hoorzitting die u gisteren trouwens bij ons kon zien. Twee leden van die commissie zijn zo meteen mijn gast, meerderheid en oppositie. Dag dames en heren, ik praat met Robrecht Botuyne, Vlaams parlementslid voor de CD&V en met Johan Dalen, ook Vlaams parlementslid, maar dan voor Groen, nog hier aan tafel. Ruud Lambrechts van Technologie Federatie Agoria, welkom allemaal in onze studio. Mevrouw Lambrechts, misschien moeten we het eerst eens duiden. Hè. Een digitale meter, wat moet de kijker zich daar nu bij voorstellen? Een elektronisch scherm, zoals een digitale klok waarop hij dan zijn elektriciteitsverbruik kan aflezen of zijn gasverbruik, of is het toch meer dan dat? Wel, dat is heel lang de discussie geweest, ook in Vlaanderen, van wat voor een meter moet die digitale meter zijn. Is het een simpele meter waarbij je inderdaad gewoon op kwartierbasis of real-time, dus eigenlijk elke seconde kan zien wat er wordt verbruikt aan elektriciteit en aardgas? Of gaan we naar meer een Rolls-Royce van een digitale meter waarop allerlei toeters en bellen staan en andere functies kunnen gezien worden? En op dit moment, hetgeen wat voor ligt, is een simpel model, een standaard model, waarbij dus gewoon het verbruik digitaal kan gemeten worden op kwartierbasis. En niet meer terugdraait mechanisch zoals het op dit moment het geval is. Maar goed, waarom zou ik die dan in huis moeten halen als ik niks meer kan dan wat ik vandaag kan met mijn klassieke teller? Ja, het is eigenlijk de basis voor een energietransitie die eraan komt. En het zal eigenlijk het eerste startpunt zijn, toch alleszins in ons oogpunt, om een heel aantal andere zaken mogelijk te maken. Het is natuurlijk belangrijk voor de netbeheerder dat zij beter zicht krijgen op het verbruik, niet alleen op jaarbasis, maar eigenlijk echt op kwartierbasis. Want op sommige momenten schijnt de zon, is er geen verbruik. Op sommige momenten, 's avonds komen mensen thuis, gaan hun elektrische wagen opladen. Dus het is belangrijker dat de... Ja, maar maak het eens concreet, want ja, de netbeheerder kan dat dan monitoren. Ja. Maar wat heb ik daaraan als consument? Ja, tuurlijk. Dus dat is de eerste technische reden waarom je zou kunnen zeggen van oké, het is belangrijk dat we betere data hebben over het netgebruik, het gebruik van het net, waar we allemaal op aangesloten zijn. Maar dan is er natuurlijk een heel aantal uitdagingen. Nu heb je als consument eigenlijk niks van informatie. Je hebt ook een contract met je leverancier, dat is een vaste prijs dikwijls. Je hebt eigenlijk heel weinig zicht op de werkelijke prijzen die er dikwijls in de markt zitten. En dat zijn allemaal toepassingen die aan die meter gekoppeld kunnen worden, die standaardmeter zoals hij nu is, waarbij je beter zicht krijgt op je energieverbruik, waarbij je bijvoorbeeld op interessantere momenten, als de prijs heel laag is, gaat je wagen opladen of bepaalde machines in gang gaat zetten. Ik hoor ook verhalen over apps die dan het mogelijk moeten maken om met mijn telefoon mijn droogkast te laten draaien op het moment dat ik dat het meest rendabel vind. Dat moet allemaal kunnen dan. Ja. Maar voor een goed begrip, dat kan niet met die simpele meter die de regering nu voorstelt. Nee, dat kan op dit moment niet. Er is dus eigenlijk de eerste versie, de eerste basis waarop al die toepassingen gekoppeld kunnen worden. Dus op vlak van energiebesparing, maar ook zeker prijssignalen, daar zit een evolutie in. We zien bijvoorbeeld bij bedrijven die wel al een automatische meter hebben. Dus vanaf een hoger verbruik zit je dikwijls met een meer gesofisticeerde meter dan de residentiële eindklant heeft. Die hebben wel bijvoorbeeld al mogelijkheden om flexibiliteitscontracten aan te gaan. Ook belangrijk op dit moment, want we zitten met... Met hun energieleverancier bedoelt u? Ja, of andere partijen, derde partijen bieden dat ook aan. We zitten op dit moment in een discussie van gaat er voldoende stroom zijn deze winter? Dus daar kan die digitale meter ook voor dienen. Want als je als consument zegt van eigenlijk, ik kan wel een beetje met mijn verbruik spelen. Als bedrijf heb je de mogelijkheid om daar al voor vergoed te worden in de markt. Er bestaan producten. Als consument niet. En dit is eigenlijk de toekomst. Maar goed, samengevat, je kan beter monitoren wanneer de energieprijs interessant is om die dan af te nemen, die energie. Mm-hmm. Je kan eventueel die meter nog met toeters en bellen uitbreiden, waardoor je via apps op je telefoon of laptop toestellen in huis kan gaan sturen. Dat moet die digitale meter allemaal mogelijk maken. Robrecht Botuyne, uw partij, de CD&V, is daar dan een fan van?
Wel, wij zijn voor de digitale meter. Je kan ook moeilijk tegen de digitale meter zijn. Dat is een essentieel onderdeel van het elektriciteits- en energienetwerk. Snap ik wel, maar je kunt er beter van worden als consument natuurlijk. En wij zijn er ook van overtuigd dat u er beter van kan en zal worden. Het is een manier om energie te gaan besparen. Ook een manier om de energie te kopen wanneer hij het goedkoopst is. Te gebruiken wanneer hij het goedkoopst is. En het is ook gewoon noodzakelijk om ons hele energiesysteem te kunnen laten draaien. En daar hebben we ook allemaal uiteraard heel veel belang bij. Maar moet ik als consument dan voortdurend die energieprijs een hele dag in de gaten houden om te beslissen van ah ja, nu moet ik mijn vaatwas laten draaien? U zal niet voortdurend op uw app moeten kijken wanneer u wat moet gaan in gang steken. Die systemen zullen automatisch op elkaar aangepast worden. Er zullen bedrijven in de markt komen die u daarbij gaan helpen. Daar ook een deeltje van de winst van nemen natuurlijk. Maar u als consument zal daar ook baat bij hebben. Ja, ik lees dat Vlaanderen een van de laatste regio's is in Europa. Is het een Europese verplichting trouwens? Het is een Europese verplichting om over te schakelen op digitale meters, omdat Europa zelf een voorloper wil zijn in de energie- en klimaattransitie. Dus we moeten of we het nu willen of en niet. Dus we moeten op termijn toch deze stap zetten. En het is misschien goed dat we ook gewacht hebben, omdat we op die manier uit de fouten van andere landen kunnen leren en ook al een beetje de leereffecten kunnen meenemen. En welke fout gaan wij niet meer maken die elders zijn gebeurd? Wel, we gaan bijvoorbeeld voor een basisversie van een digitale meter. We gaan geen toeters en bellen, geen Rolls-Royce aankopen. We gaan een basisversie installeren waarop de markt en waarop de consument dan zelf toepassingen voor kan gaan. En die beslist dan zelf van, kijk, ik wil inderdaad het mogelijk maken om een aantal dingen aan te sturen. Of ik vertrouw toe aan de leveranciers. Voilà, inderdaad. Ja, okay. Johan Danen, begin dit jaar maakte u zich zorgen over de kostprijs van de meters. Een quote van u in het Belang van Limburg. Begin dit jaar, de vervanging van de bestaande oude meters voor de rest van de bevolking is niet urgent. En de rest van de bevolking, dat was toen u dat zei. U had het over de mensen zonder zonnepanelen. En daar gaan we het trouwens straks over hebben. Nu, u zei, die vervanging mag zeker niet op de factuur van de Vlaming terechtkomen. Bent u daar bevreesd voor? Ja, toch wel een stuk, hè. Maar ik vind het probleem van die digitale meter momenteel is dat ik denk dat het draaglijk voor een stukje ontbreekt. Omdat een heel aantal vragen onbeantwoord zijn gebleven nog altijd. Wat met de privacy bijvoorbeeld, wat met de kostprijs. Ja. Er zijn wat studies lopende. Oké, we gaan over hebben, maar die kostprijs. Ja, er zijn wat. Dus hoe het voor ons zou moeten gaan is het volgende. Wij zijn ervan overtuigd, als iedereen een digitale meter zal hebben, dan zullen de netkosten ook wat gaan dalen. Want de Eandes en de infraxen van ons, van vroeger, die nu fluvius zijn, wel, die zullen minder kosten hebben. En wij zijn ervan overtuigd dat je dat kan opnemen in hun algemene kosten, zodat de factuur voor de consument hetzelfde blijft. Maar goed, moeten we dan wachten tot iedereen, want ik lees dat het 10 tot 15 jaar kan duren eer alle Vlaamse gezinnen dan zo'n meter hebben. Moeten we dan 10, 15 jaar wachten op het effect, op die daling van de kostprijs, omdat die netbeheerder minder kosten heeft, geen mensen op straat moet sturen om de meters te controleren? Moeten we daarop wachten? Nee, maar zoals net gezegd, een van de voordelen van de digitale meter is dat je bijvoorbeeld pieken en dalen in het verbruik kan uitvlakken. En als je dat doet, heeft de netbeheerder minder kosten om die pieken en dalen op te vangen. Ja. En op die manier zijn we ervan overtuigd dat je de kost die de digitale meter nu heeft, dat je die kan opnemen in die algemene kosten van de distributienetbeheerders. En zo kan het voor de consument eigenlijk een nuloperatie zijn. Maar goed, ik herhaal mijn vraag. Moeten we wachten tot iedereen er een heeft? Of kan dat eigenlijk vanaf dag 1 al? Dat kan vanaf dag 1. Daar moet je dan een financieel model voor voorzien. Dat dat wordt opgeslorpt, als het ware. Dat kan vanaf dag 1. Ja, en wie betaalt de meter die in huis wordt geplaatst? Ja, zoals ik net zei. Dus nu is het zo dat de factuur van de gemiddelde Vlaming is nu al voor 300 of 400 euro bestaat die uit netkosten. Of distributienettarieven. Nu is het al een heel hoog tarief. Nu, als dat voor een stukje zou kunnen dalen als gevolg van de digitale meter, dan kan je de kostprijs van die meter daarin opnemen en toch met een gelijke kost zitten. Ja. Dat komt er eigenlijk stricto sensu op neer dat iedereen gaat meebetalen. Ja, dat zal sowieso het geval zijn. Maar nogmaals, wij hebben... Ja, iedereen gaat meebetalen en u zegt dat zal zo zijn. Maar we kiezen voor een basismodel, hoor ik zeggen. De Vlaamse regering heeft daarvoor gekozen. Wie de Rolls-Royce wil, die gaat moeten bijbetalen. Ja. Die gaat natuurlijk alle toeters en bellen, die gaat daar geniet van hebben. Maar wie die niet heeft, betaalt wel mee. Nee, maar het is niet de vraag, ga je voor een Rolls-Royce of ga je voor een basismodel? Iedereen zal voor een basismodel gaan. Maar als je extra functies wil, dan ga je die, naar je ze nodig hebt, die kunnen toevoegen aan die meter. Net zoals je bijvoorbeeld een eenvoudige laptop zou hebben, bijvoorbeeld, dan kan je een extra harde schijf aan toevoegen, een fantastische muis, misschien een speciaal toetsenbord, een extra scherm. Zo moet je het een beetje zien met de digitale meter ook. Als je meer wil, betaal je meer, maar zullen de voordelen voor de consument ook groter zijn. Ja. U bent het daarmee eens, meneer Botane, dat het voor de Vlaming op termijn niks meer gaat kosten dan vandaag?
Nee, ik denk, ben ervan overtuigd dat het netto zal opleveren voor de Vlamingen, voor de consument en voor het hele energiesysteem. Vanaf dag 1, zoals Johan daar zegt. De VREG heeft berekend dat we hiermee een bijkomende maatschappelijke meerwaarde van 440 miljoen euro kunnen realiseren. En dat is denk ik wel bijzonder belangrijk om in ogenschouw te nemen. Dus de kosten-batenanalyse die is gemaakt bij de invoering van de digitale meter is heel positief. En ik denk dat we dat dan ook op een slimme manier moeten gaan invoeren. Eerst en vooral bij die groepen van mensen die er het meest baat bij hebben. Denk maar bijvoorbeeld aan de prosumenten, mensen die zelf energie produceren via zonnepanelen of andere productietechnieken. Uiteraard ook in nieuwe woningen waar een nieuwe meter moet geïnstalleerd worden, dat we daar meteen op de digitale meter overschakelen. En zo stapsgewijs kunnen we de hele meter op een verstandige manier uitrollen. Ik ga toch nog eens de vraag herhalen die ik ook aan Johan Duinen heb gesteld. Moeten we 15 jaar wachten tot iedereen al zo'n meter in huis heeft om dan de effecten op onze factuur te zien? Of kan het vanaf dag 1? Het kan vanaf dag 1. Vanaf dag 1 kan u als consument genieten van de voordelen die een digitale meter biedt. En kan u daar op die manier prijs, energie, kan u daarvan genieten. En kan u dan energie gaan besparen of energie gaan aankopen wanneer het goedkoper is? Ja. Mevrouw Lambrechts, moeten we onze huishoudtoestellen ook vervangen eigenlijk? Er zijn bepaalde toestellen die momenteel nog niet volledig zijn aangepast op volledig afschakelen en opschakelen. Ik denk bijvoorbeeld aan verwarmingstoestellen. Wasmachines is misschien al iets eenvoudiger. Dus dat zijn zaken die technologisch misschien nu nog niet kunnen, maar waar de leveranciers en de producenten van die toestellen zeker al mee bezig zijn. Ja, maar ik dacht dat er inderdaad in labo-situaties op dit moment al volop geëxperimenteerd wordt. Hè? Absoluut. Dus in labo-situaties wordt daar volop mee geëxperimenteerd, ook binnen de industrie zelf op hun innovatiedepartementen. Het is eigenlijk vooral, de industrie wacht vooral op dit kader. Zij gaan natuurlijk geen afschakelbare warmtepomp op dit moment aanbieden, omdat het nu veel interessanter is om die continu te laten draaien. Maar ze zijn er wel klaar voor en ze staan er ook wel voor open. Want het heeft natuurlijk allemaal, we doen dit eigenlijk ook allemaal binnen een breder kader, namelijk om het klimaat vooruit te helpen, om meer hernieuwbare energie, duurzamere technieken op die markt eigenlijk te krijgen. Wat nu niet eigenlijk het geval is. We wachten op het kader en dan kan men voluit gaan. Ja. Wat ik mij vaak afvraag, heren politici, je hoort heel vaak spreken over de digitale kloof. Sommige mensen zijn digibeet, wordt dan gezegd. Gaat dit de kloof niet vergroten? Want ik kan me voorstellen dat de technologische freaks daar meteen opspringen, maar dat er heel veel mensen andere bezonjes hebben, niet meteen uw wasmachine gaan vervangen als dat op een bepaald moment zou moeten, of niet meteen die app zich gaan afschaffen. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we mensen informeren daarover? Wel, de digitalisering van de samenleving is natuurlijk niet te stuiten. De vaststelling dat er mensen uit de boot vallen. En ik denk dat het inderdaad bijzonder belangrijk is om ervoor te zorgen dat we iedereen mee hebben. Dat is gedeelde verantwoordelijkheid. Ik denk dat bijvoorbeeld gemeentebestuur, netbeheerders daar een verantwoordelijkheid in hebben om de mensen te begeleiden, zelfs op te leiden om om te gaan met de nieuwe technologie. Maar ook de industrie heeft uiteraard een belangrijke verantwoordelijkheid. De toepassingen, de producten, de diensten die zij aanbieden, moeten zo gebruiksvriendelijk zijn dat iedereen er effectief mee om kan, ook al ben je geen grote techneut of digitale wizard. Nee, maar de digitale kloof is ook vaak het gevolg van een financiële kloof. Hè? Evident, maar vandaar dat we voor een verstandige... Kan je daar iets doen als overheid, mensen ondersteunen, financieel eventueel? Wel, een van de ideeën die op tafel ligt, en dat is dan gekoppeld aan de digitale meter, is de invoering of het stimuleren van batterijen bij mensen thuis. Dit jaar nog worden proefprojecten opgezet om die batterijen breder inhang te laten vinden, die thuisbatterijen, zodat men energie kan opslaan op het moment dat die goedkoop wordt geproduceerd of thuis wordt geproduceerd. En op het moment dat het duurder is dan diezelfde energie uit die batterij kan gaan halen. Maar goed, die batterijen hebben om hun eigen productie op te slaan, dat zijn niet de mensen waarover ik het heb als ik zeg de digitale kloof. Hè? Dat is waar, natuurlijk. Vandaar dat ik zeg dat we die mensen moeten gaan begeleiden en actief gaan begeleiden. Dat is een rol voor de netbeheerders, lokale besturen en anderen. Maar eventueel financieel ondersteunen? Eventueel financieel ondersteunen, bijvoorbeeld de introductie van batterijen. Ik ben voor een stukje ook bezorgd om het Matthäus-effect, zoals het heet. Hè. Dus zij die hebben, dat die steeds meer zullen hebben. Dat hebben we eigenlijk met de zonnepanelen gezien. Hè? Ja, maar hier dreigt het ook te gebeuren, hè, omdat mensen die natuurlijk helemaal mee zijn, die gaan batterijen hebben, die gaan toepassingen kopen, die gaan slimme wasmachines, slimme koelkasten en noem maar op aanschaffen. En zij gaan effectief de winnaar zijn van zo'n digitale meter.
En de mensen die dat niet allemaal kunnen, ja, die dreigen de verliezers te worden. En dat hoe is gaat de politiek dat oplossen? Ja, dat is de opdracht van de overheid om daaraan tegemoet te komen voor een stuk. Ik heb daar geen pasklare oplossing voor, maar dat is wel een bezorgdheid die ik heb. En daar moeten echt wel goede ideeën zijn om het opgelost te krijgen. Maar ik denk, ben ervan overtuigd ook wel dat er bedrijfjes zullen zijn die dat werk voor een stukje voor de consument zullen doen. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen als een consument zegt van kijk, je krijgt toegang tot mijn digitale meter, dan leverancier kan zeggen van kijk, dan geven we een extra goedkope stroomprijs als we wat zicht daarop krijgen, op u als huishouden. En dan moet de consument zelf er weinig aan doen. Maar ik denk wel heel eenvoudige toepassingen bijvoorbeeld. Hè. Het zou zo eenvoudig moeten worden als een eenvoudige toepassing van een iPhone of van een iPad bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat mensen kunnen zien, bijvoorbeeld mijn frigo staat open of mijn licht heb ik aangelaten, dat mensen daar een melding van krijgen en op die manier dat ze ook aan energiebesparing kunnen doen. Dus dat zijn van die heel concrete toepassingen waar ik wel aan geloof en die echt wel kunnen zorgen dat we energietransitie kunnen... Helaas ook veel mensen zonder iPhone of iPad. Hè? Ja, maar ik spreek dan over... Ja. De uitrol gaat gebeuren tussen 0 en 15 tot 20 jaar. Ja. Ja, dus ik vermoed wel dat er tegen dan ook weer een ander model zal zijn en dergelijke. Dus, Overigens, mevrouw Lambrechts, het heeft een hele poos geduurd eer mensen de reflex hadden om van energieleverancier te wisselen. Hè. De markt is eigenlijk al heel lang geliberaliseerd, meer dan 10 jaar. Als ik de digitale meter in huis haal, kan zo'n switch dan even makkelijk? Of hoe gaat dat gaan? In principe zou die zeker even gemakkelijk moeten gaan. Ik denk zeker voor mensen met zonnepanelen. Ja, daar is het dikwijls zo van, we gaan juist zien dat we op een moment switchen, dat we zeker geen verlies hebben. Die zaken zouden veel gemakkelijker gemeten kunnen worden en ook dus geoptimaliseerd. Dus het is natuurlijk, we kunnen de burger niet veranderen. Als hij echt geen zin heeft om te veranderen van leverancier, ja, dan is dat zo. Hetzelfde met de digitale meter. Het is een standaard model. Ik denk ook, ja, wat is het alternatief van dit digitaal model? De mechanische meter verdwijnt, kan ook niet meer geleverd worden. Geeft ook geen meerwaarde aan die consument die bijvoorbeeld ook in die digitale kloof zit. Dus eigenlijk, ja, er is eigenlijk geen alternatief. Wil de consument er geen extra functies op toevoegen, dan is dat aan hem. Maar ik denk wel dat de markt op dit moment, als die uitrol van start gaat, heel wat toepassingen gaat bieden die eigenlijk het energiebesparende effect of het commerciële... En het switchen van leverancier moet eigenlijk even vlot gaan als vandaag. Zeker. En ik hoor van de politici zeggen, het gaat de mensen ook geen euro meer kosten vanaf dag 1. Er is nog een ander aspect, ook uit dat artikel in het Belang van Limburg, meneer Danen, waar ik het daarnet over had. Daarin zegt u ook, de regering moet waakzaam zijn voor het privacy aspect. Wat zou er kunnen fout lopen? Tja, dat gegevens te grabbel wordt gegooid natuurlijk. Hè. Dat die informatie in handen komt van mensen die daar misschien slechte bedoelingen mee hebben. Hè. Of heel erg commercieel. Ja, ik weet dat de wetgeving op zich is goed. Hè, en ook onze Belgische wetgeving op dat vlak is denk ik wel in orde. Maar de vraag is, wordt daar echt aan tegemoet gekomen? Is het echt wel veilig genoeg? Want u weet even goed als ik. En zijn dat vragen waar u vandaag het antwoord nog niet op krijgt? Nog niet helemaal. Ik moet zeggen, ik maak me daar wel wat zorgen over. Maar ik hoop dat men kan bevestigen heel snel dat dat superveilig is, hè, dat hacker-proof is zoals dat heet, waarbij ik besef dat totale veiligheid nooit zal bestaan. Er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden. Nu, ik denk dat dit decretaal voorstel voldoende ondersteund is op vlak van privacywetgeving. Dat is ook iets, als sector is het ook heel moeilijk om te zeggen van we gaan hier eens nu een aantal wijzigingen aan voorstellen. We vertrouwen erop dat de privacycommissie eigenlijk dit volledig gecheckt heeft en dat er voldoende waarborgen zijn. Wat wij natuurlijk als industrie wel interessant vinden, is dat op een geaggregeerd niveau wel die data beschikbaar zijn voor derde partijen, zodat men daar ook iets mee kan doen. Bijvoorbeeld, een gemeente kan zicht hebben op de energieverbruiksgegevens, op kwartierbasis bijvoorbeeld, van de woningen in zijn of haar gemeente en kan daar ook een beleid mee voeren op vlak van woningen, op vlak van bepaalde subsidiemaatregelen. Dus ja, maar nogmaals, ik denk niet dat ik de juiste persoon ben om te zeggen van privacy is daarmee wel of niet afgedekt. Dat moet de wetgever doen, dat moet de privacycommissie eigenlijk mee verifiëren. Maar goed, de technologie zelf moet toch ook stabiel genoeg zijn om te vermijden dat daar misbruik van wordt gemaakt? Ja, natuurlijk, de digitale meter zelf is een standaardmeter, daar zal naar gekeken zijn. Al de toepassingen die daarop volgen. Ik denk daarbij gewoon de link met de apps die we nu hebben. Hè. We hebben een app om files te vermijden. Mm-hmm. Ik geef die app de toestemming dat zij mijn gegevens hebben. En dat zal de consument ook nog altijd kunnen zelf blijven kunnen doen. Beslissen. Ja. Ik zag u knikken toen het ging over lokale besturen. Het zijn net verkiezingen geweest. Mm-hmm. Die dan hun bevolking, misschien kwetsbare mensen, in de gaten kunnen houden, monitoren, helpen eventueel. Ja.
U ziet die mogelijkheden ook al gebeuren. Er zijn heel veel lokale besturen die op dit moment ook al projecten uitrollen om mensen te helpen om energie te besparen. Dat kan gaan van groepsaankopen, maar ook het scannen en in kaart brengen van woningen en bijvoorbeeld mogelijkheden om bijkomende isolatie of nieuwe toestellen aan te kopen. Naar voren gaan schuiven. En u gaat beter zicht krijgen op de mensen die het nodig hebben. En met deze digitale meter gaan we veel beter zicht krijgen op het reële energieverbruik in onze gemeentes, in onze wijken, in onze straten. En op basis daarvan een heel gericht beleid kunnen gaan voeren. Om ervoor te zorgen dat iedereen, ook de meest kwetsbare gezinnen, energie en dus ook geld kan gaan besparen. Ja. Testaankoop vindt dat het een keuze moet zijn. Ik lees op de website van Testaankoop dat het energieverbruik in landen waar de digitale meter al is ingevoerd niet zo spectaculair is gedaald. Hooguit 4% lees ik daar. Dus moet het een keuze zijn. Mensen moeten zelf kunnen beslissen. Ik neem die in huis of niet. Wat vindt u? Ten eerste is een energiebesparing van 4% al een flinke stap vooruit. Dat gaat over heel veel windmolens, heel veel zonnepanelen die we op die manier energie kunnen laten produceren voor andere doeleinden. Ten tweede denk ik dat als we die opt-out, de mogelijkheid laten om niet in te stappen op het digitale meter, actief gaan promoten, dat we dan het hele systeem en het hele model dreigen onderuit te halen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dan wordt het duurder voor iedereen. Dus iedereen moet mee, anders werkt het niet. Anders heeft het geen effect. Ik denk dat we op termijn ervoor moeten zorgen dat iedereen mee is in dit verhaal, mits de nodige garantie voor privacy of andere bezorgdheden, uiteraard. Er is bijvoorbeeld een onafhankelijke databeheerder aangeduid die de data die de digitale meter verzamelt kan gaan beheren en kan gaan ter beschikking stellen. Maar ik denk dat het een foute keuze zou zijn om die digitale meters niet aan iedereen aan te bieden. Ja. U bent daar mee eens, iedereen of niemand? Ik vind dat we vooral moeten werken aan een draagvlak om de digitale meter ingang te laten vinden en dat de voordelen duidelijk zijn voor de mensen. Het is er nog niet, hè? Want de voordelen roept op om, om de keuze mogelijk te maken. Als de voordelen duidelijk zijn, dan zullen mensen wel instappen. Nu, wat dat betreft vind ik minister Tommelijn een beetje tegenspraak kreeg. In die zin, hij zegt altijd van ik wil niemand tot iets verplichten, zegt hij, als het hem niet goed uitkomt. Maar als het hem anderzijds zegt hij wel ik wil mensen faciliteren, helpen, aanmoedigen, sensibiliseren, dat zou ik hier ook willen. Maar ik denk dat Rob recht gelijk heeft in deze. Ik denk twee systemen naast elkaar is heel erg moeilijk. Maar ik zou wel willen kiezen voor een optie door een bedraden optie. Ja, dus een optie dat je met een kabel kan werken, dus om die te steken in je internetmodem. Want dat zijn mensen die liever niet zo'n stralingsbundel in hun huis hebben. En ik zou ook willen kiezen, of de optie willen mogelijk maken, dat mensen ervoor kunnen kiezen om de bedraden module uit te zetten. Hè, en dat dan wel iemand aan huis moet komen. En wie dat moet betalen, moeten we nog wel zien. Maar nu is dat ook het geval dat mensen aan huis komen, hè, om de meter op te nemen. Dat lijkt me niet zo'n onoverkomelijk probleem. Want ik ben er bang voor als mensen in de rechtbank zullen gaan om de meter tegen te houden, om bepaalde redenen, dat ze misschien zullen willen winnen en dan zijn we nog veel verder van huis. Dus ik ben niet voor twee systemen naast elkaar, maar ik ben wel voor een aantal keuzemogelijkheden die je mensen geeft om bepaalde opties wel of niet te kiezen. Ja, iedereen wil mee. Jullie willen tenminste dat de hele bevolking mee is, maar dan zit je natuurlijk met die bezitters van zonnepanelen. Wie die vandaag heeft, die ziet zijn klassieke elektriciteitsmeter terugdraaien op het moment dat je zelf energie aan het produceren bent, als die zonnepanelen aan het werken zijn. Kan je dat simuleren, dat terugdraaien met een digitale meter? Is de technologie er klaar voor om daar een simulatie van te maken? Het zal technisch mogelijk zijn om het te simuleren. Ik denk dat het eerder nu een politieke, maatschappelijke discussie is. Hoe gaan we dat het beste aanpakken? Ook daarin zijn de richtlijnen van Europa die eigenlijk zeggen, ja, ook die prosumenten moeten een kostenreflectieve bijdrage leveren aan het net. Dat doen ze vandaag wel, hè, in Vlaanderen? Ze betalen een vergoeding, een prosumententarief. Is dat volledig kostenreflectief? Dat is een beetje de vraag. Het is eigenlijk een beetje een correctie, omdat de huidige meter juist niet kostenreflectief is. Integendeel, je gaat eigenlijk het net gebruiken als een soort van batterij. En ja. Het wordt eigenlijk en wat je over hebt, zet je op het net. En op het moment dat je nodig hebt, ga je binnenhalen. Maar het is wel zo dat daar een oplossing voor moet geboden worden. Als industrie zijn wij ook niet om investeringszekerheid in één keer te gaan wegnemen, retroactief. Voilà, dat wou ik net zeggen, die investeringszekerheid. Ook als consument, ik zet zonnepanelen. Ik hoor minister Tommelijn zeggen, ja, als je voor 2021 zonnepanelen aankoopt, dan moet je nog 15 jaar kunnen genieten van dat systeem. Hè, op het moment dat het wieletje terugdraait, dan ben ik eigenlijk aan het winnen, dat wielen simuleren. Maar goed, dat heeft de standaard dan bekendgemaakt eind augustus, ook maar vat op 1/3 van de prijs. Want de vrek bepaalt de distributienettarieven en federaal zitten we dan met die BTW en accijnzen. Hoe geraken we daaruit? Want ik hoor nu zeggen dat die
het voor zonnepanelenbezitters wil uitstellen of on hold zetten tenminste. En ik hoor jullie beiden zeggen van nee, iedereen moet mee, of anders gaat het niet werken, Robert Boutane. Ja. Ik denk niet dat we iets on hold moeten gaan zetten. Ik denk dat we vooral duidelijkheid moeten creëren en die investeringszekerheid moeten waarborgen. Zowel voor de mensen die nu zonnepanelen hebben, als voor degenen die op dit moment erover nadenken of in de toekomst erover nadenken om te investeren in zonnepanelen. Ik denk dat de regering heeft gezegd van kijk, we willen het huidige voordeel van de terugdraaiende teller voor minstens 15 jaar garanderen. Dat de minister nu eindelijk werk moet aan maken. Ze kan het niet alleen garanderen, hè? Ze kan het niet alleen garanderen, maar ik denk dat die bevoegdheidskwestie perfect op te lossen is. We hebben ook in andere materies over BTW vanuit de Vlaamse overheid beslissingen genomen. Ja. En de VREG en de minister kunnen hieromtrent perfect samenwerken om ervoor te zorgen dat die zekerheid voor de consumenten er is. En dat is bijzonder dringend. Ja, en dan nog een telefoontje naar het federale niveau om de BTW. Maar dat is wat ik bedoel. Ik vind dat de invoering eigenlijk heel slecht is voorbereid door de minister. Want dit probleem wist hij al maanden. Dat is niet zo wat nu ineens opduikt in augustus. Dat is iets wat al maanden bekend is, dat die zonnepaneelbezitters een probleem mogelijk hebben hiermee. We moeten dus met de vraag in dialoog gaan om te kijken wat kan een oplossing zijn, maar het is perfect mogelijk om die terugdraaiing, om die te simuleren. Dat is gewoon een kwestie van optellen en aftrekken. Ja. De keuze is, doen we het of doen we het niet? Wat mij betreft doen we dat. Ja. Het is ook op te lossen en als het allemaal opgelost geraakt, mevrouw Lambrechts, dan belooft Agoria een pak jobs. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk te zeggen van hoeveel jobs gaat dat precies zijn? We hebben heel wat bedrijven in de digitale wereld rond smart cities, smart mobility. Maar we hebben ook natuurlijk heel veel bedrijven die juist achter die meter komen en die ook daar hun technologie aan kunnen koppelen. Ik denk aan verwarmingstechnologie, aan de apps en dergelijke. Dus het is veel breder dan gewoon puur kijken naar het digitale meter. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is in deze discussie. Er wordt dikwijls gewoon gekeken van wat kan die digitale meter en kost het niet te veel. Maar we moeten kijken naar het bredere plaatje, naar die grote energietransitie die op ons afkomt. We willen allemaal meer elektrisch rijden. Liefst zo goedkoop mogelijk, liefst zo snel mogelijk laden, liefst zoveel mogelijk zonnepanelen. Maar we gaan daar ook wel ergens een kost voor moeten dragen en een verantwoordelijkheid. En ja, dit is eigenlijk een van de eerste stappen, die digitale meter, die dat kan vergemakkelijken. De sector zit ook te wachten op dat kader natuurlijk dat de politiek moet creëren. Dit is alles waar we tijd voor hebben. Heren, het laatste woord was voor een dame. Bedankt om tot bij ons te komen. Robert Boutane van de CD&V, Johan Duinen van Groen en Ruud Lambrechts van Agoria. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.